Mijn naam is Tim Sluiter en ik ben de projectmanager namens Deloitte van het project The Edge. Het meest duurzame gebouw van de wereld. Uiteraard is bij Deloitte Health and Safety een belangrijk uitgangspunt, want onze mensen zijn ons kapitaal, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. En daar hoort noodverlichting uiteraard bij. Het gebouw is heel transparant, is strak, mooie materialen. Dus daar moet wel niet zo'n dik, pukkelig armatuur komen hangen. Daar moet gewoon een strak, mooi plaatje komen te hangen, wat past bij het beeld dat wij met het gebouw hadden. Uiteindelijk is er gekozen voor het armatuur de Evago. Het is een heel plat, dun plaatje met een dun stalen framepje. En uiteraard voldoet hij aan alle eisen. En hij is tot en met 32 meter goed zichtbaar. De noodverlichting gaat aan wanneer het moet. En je hoopt eigenlijk dat het nood aangaat natuurlijk, want dan heb je een noodsituatie. Wij hebben in het atrium en met de loopbruggen en met deze grote open ruimte hele grote lichte ruimtes. Waardoor je ze misschien haast juist niet zou kunnen zien, hè, door lichtinval of reflectie. Maar het goede van de Evago is dat je hem juist wel heel goed ziet. Door de pictogroomgrootte en door zijn positie. Ik denk dat dit ongeveer de zichtlijn is 32 meter. De wetgever zegt dat je bordjes tot 32 meter goed moet kunnen zien. Als je aan de ene kant van de loopbrug staat, kan je helemaal aan de andere kant kijken. En daar is het bordje goed zichtbaar.